Jean-Marie de Dekker verneemt de beslissing van de partijraad van de N-VA in zijn thuisbasis Oostende. De Dekker reageert verslagen op het verdict. Hoe laffer mijn tegenstanders met mij omgaan, hoe gedrevener ik word. Maar dit had ik echt niet verwacht. Dit verhaal had ik echt niet verwacht, echt niet. N-VA kiest voor de postjes. Meneer De Wever is bij me geweest en meneer Bourgeois om mij om ons te versterken ten opzichte van de CD&V. Dus noods mocht het kartel springen. Vorige nacht hebben ze samen aan tafel gezeten, hebben ze de postjes verdeeld, waarschijnlijk heel veel beloofd. En vandaag heeft dus in feite Bart De Wever heeft mij verraden. Want op de partijraad heeft hij zelfs een pleidooi gehouden tegen mij en voor het kartel. De PS gijzelt België en de Vlaming wordt nu ook gijzeld door de N-VA. Ik vind dat een zielige bedoeling. De N-VA zegt wel, meneer De Dekker kan lid blijven van de partij. Nee, nooit. Nee, nooit. Dat de N-VA dan kiest of dat De Wever en Bourgeois kiezen voor een postje, voor mij geen enkel probleem. Maar De Dekker is niet politiek dood. Ik ben al 20 keer politiek dood verklaard. I'll be back. Ze krijgen me niet kleiner. Ze krijgen me niet kleiner. Niet de koning, niet de kerk, niet de vakbond. En niet de N-VA, zeker. Onder 23 mails, 2 uur tijd. Leg een nieuwe partij op de Dekker. Maar gaat u met een eigen partij beginnen dan? Ik antwoord daar niet op. Ik roep jullie nog een keer allemaal samen. Voor Kerstmis.